Deze week bij B2S Television. De Decibel Movie is online. En nieuws over de Trilogy-artiesten. Zaterdag was het dan eindelijk zover. Decibel Outdoor Festival 2011. B2S kijkt terug op de allerbeste editie tot nu toe. En bedankt dan ook alle bezoekers voor hun bijdrage aan dit succes. Een dag vol met zon, de beste beats en vrolijke bezoekers zetten de Beekse Bergen volledig op zijn kop. De aftermovie en de foto's staan nu online. Deze vind je op decibel.b2s.nl. Zaterdag 29 oktober 2011 zal Trilogy voor het eerst zijn aantreden maken in de Jaarbeurs Utrecht. B2S Television vroeg de drie Trilogy-artiesten hoe zij bezig zijn met en toeleven naar dit evenement. Hey, ik ben Headhunters. We zitten nu net na Decibel en vlak voor mijn tour in Amerika. En ik ga 18 optredens in één maand doen, super druk dus. We hebben vlak voordat ik nu wegga nog even het stage design voor Trilogy doorgesproken. En ik kan zeggen, ik ga met een heel gerust gevoel op tour, want het ziet allemaal super vet en veelbelovend uit. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb er heel erg veel zin in. En vanuit Amerika zal ik ook nog een keer met een kleine update komen. Dus stay tuned. Hi, Beatrix hier. Ik wil jullie graag een Trilogy update geven. Ik heb echt onwijs veel leuke reacties gehad en positieve reacties op Trilogy. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dankjewel daarvoor. Ik heb ook alle jongens van mijn line-up gesproken en die zijn echt onwijs gemotiveerd om een super coole avond te gaan maken. Met jullie natuurlijk. En ik hoop daarom dat jullie er allemaal bij zijn. 29 oktober, Jaarbeurs Utrecht. Verder ben ik natuurlijk ontzettend druk bezig met de voorbereidingen. Ik heb al een nieuwe soloplaat af, die heet Virus. Die heb ik voor het eerst gedraaid op Decibel en echt ook een hele leuke reacties op gehad. Ik ben een samenwerking begonnen met Cupsis gisteren. En ik hoop jullie daar meer snel van te laten horen. Houd daarom ook even mijn Twitter en mijn Facebook in de gaten. Mijn Twitter is www.twitter.com/djbfront en mijn Facebook is www.facebook.com/djbfront. Verder zie ik jullie natuurlijk eerst nog op Euphoria, 17 september, in de 013 in Tilburg. En misschien dat ik daar al wat dingetjes laat horen. Ik kan het niet beloven, maar sowieso ben erbij, hè. 29 oktober, Jaarbeurs Utrecht, Trilogy. See you there. Bye. Hallo iedereen, hier een kleine update voor Trilogy. Ik heb de afgelopen weken heel veel felicitaties en toffe berichten mogen ontvangen van zowel collega's als jullie. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het sterkt mij enorm om keihard aan de slag te gaan om van Trilogy een geslaagde avond te maken. Ik ben ook keihard bezig met mijn nieuwe album. Ik hoop dat voor Trilogy eigenlijk af te hebben. Eerdere berichten was het nog niet helemaal duidelijk, maar het gaat ontzettend lekker op het moment. Dus ik hoop zeker op die avond wat nieuwe tracks te kunnen draaien. Hou ons allemaal even in de gaten voor Trilogy. Volg me @DJPromo op Twitter of op Facebook. En ik spreek jullie snel weer voor een volgende update. Kaarten voor Trilogy zijn verkrijgbaar via tickets.b2s.nl. En voor alle updates rondom dit spektakel hou je natuurlijk b2s.nl in de gaten. See you next week!